leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag denk ik wel de grootste Shein shop vlog ooit op mijn kanaal voor jullie. Het is echt bizar veel. Ik ga het even proberen te pakken. Ja, laten we dat gewoon doen. Jongens. Oh my god, het zijn twee dozen en nog een zak. Dus ik heb vandaag een mega grote Shein shop vlog voor jullie met try-on beelden. Dus dan kunnen jullie zien hoe het allemaal aanstaat. Het is bizar veel, dus we gaan gewoon snel beginnen. Ik leg het even weg. Oh mijn god. Heb je zin in deze video? Doe dan even een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Daar maak ik me echt super blij mee. En dan gaan we snel beginnen met de video, want het is bizar veel. Deze video is in samenwerking met Shein. Mocht je hierover twijfelen, staat het altijd in de beschrijving vermeld bij elke video. Dus dan kun je het daarin zien. Er is namelijk een mega sale. 11 januari tot en met 10 februari, dus dat is best wel lang, is er een Valentijnsdag sale. Mega veel sale dus, met heel veel kortingen, dus check dat zeker even. Ook nu wanneer je dit ziet, is die sale dus geldig. Maar ik heb natuurlijk een hele leuke kortingscode voor jullie hier nog bij. Dus als je mijn kortingscode gebruikt, krijg je over de Valentijnsdag sale nog meer sale. Dus lekker veel korting. Met de code SV722. Het is een hele code. Ik zal hem hier in beeld zetten en ook even in de beschrijving. Krijg je nog extra 15% korting bij een order boven de 39 euro. Dus lekker veel korting allemaal. Helemaal top. We gaan gewoon beginnen. Ik bestel heel erg vaak bij Shein. Misschien weten jullie dat nu onderhand wel een beetje. Ook met mijn shoplogs van Shein en zo. Maar ook andere shoplogs. Maar in ieder geval bestel ik daar best wel vaak. En ik heb nog nooit invoerrechten of iets anders hoeven te betalen. En dit was er ook weer binnen een week gewoon. Dus in het begin moest je nog wel eens 3 weken wachten. Maar het is er nu bij mij in ieder geval altijd al binnen een week. Mijn zus mocht ook weer wat items uitzoeken. Want ja, ik heb 16 items mogen uitzoeken. En ik zei, doe jij ook lekker wat. Dus ik weet even niet meer wat. Ik weet überhaupt niet meer wat ik heb gevraagd. Maar we gaan het gewoon lekker zien. Wat is dit? Dit vind ik al een heel erg leuk kleurtje. Ah ja, deze is van mij. Ik vind het heel leuk. Hij is wel vrij kort. Ik ga even gelijk de foto erbij pakken. Het is een heel erg leuk leer. Ja, hoe noem je dit? Een soort jurkje wat je boven je blouseje of zo doet. Ik vind hem echt super tof. Ik vind dit kleurtje echt heel erg mooi. Dus dat weer dat beige-achtige nude. En dan in het leer. Ik vind het echt heel erg leuk. Met een blouseje eronder en dan van die flare mouwtjes heb ik zo'n blouseje van. Echt heel erg leuk. En dan van die ruffeltjes erbij. Nou, ik vind dit gewoon echt schattig. Ook voor een foto of zo, maar ook gewoon vind ik dit heel erg schattig straks in het voorjaar. Hij stinkt wel gewoon echt naar dat leer, nep leer en een beetje rookachtig. Maar goed, dat is wel even in de was en je bent klaar. Maar ik denk dat als je hem eenmaal aan hebt met een blouseje erbij, dat het wel gaat. Dus dat is in ieder geval dit blouseje met de aanbeelden. Ga je zien hoe die staat. En qua, ja, hoe die voelt, voelt hij gewoon prima aan. Voelt best wel goed eigenlijk aan. Dus ik ben heel erg benieuwd. En oh my god, zelfs de binnenkant is zacht. Shein en zo. Het is gewoon altijd zacht. Kijk, het is echt zo'n zacht stofje. Het jurkje heb ik in maatje S. En hij kost 15 euro. En ik zet trouwens ook altijd alle beschrijfjes. Ik zal altijd alle kleding items in de beschrijving linken. Dus mocht je interesse hebben, het staat allemaal in de beschrijving. Dit heb ik nog nooit aangehad. Maar echt, ik vind dit helemaal een leuk outfitje. Dan een heel tof pak. Volgens mij is dit een pak. En ik weet niet of dat truitje hierbij in zit of dat wat apart verpakt zit. Ik denk erbij in. Maar deze vind ik ook heel erg leuk. En oh mijn god, wat is dit zacht. Ik ga deze gelijk aan doen straks. Het is dus heel erg, heel erg licht babygeel. Het lijkt een beetje op gebroken wit, maar het is echt heel licht babygeel. Een joggingspak, echt super leuk. Ook in de lente of zo is dat babygele wel echt heel erg leuk. Ik zie het alweer helemaal voor me en hij lijkt dus heel erg op die joggingsbroeken van Chiquelle, waar ik echt dol op ben. Maar er zit dus nog een bijpassend truitje bij. Heel basic, maar ik vind dat wel leuk bij zo'n joggingspak. Hij is ook mega zacht. Maar de binnenkant weer is echt niet oké. Dit is zo zacht allemaal. Oh, waarom heb ik dat? Ik heb alles in een maatje M dit keer. Dus dit pak heb ik in een maatje M. Ik denk dat ik dat leuk vond ofzo als het lekker oversized viel. Valt. Dus ik ben benieuwd naar dit pak. Als het goed is. Dat is raar. Dit pak hoort een... Ja, ik zat al te kijken. Dit pak hoort eigenlijk een truitje te hebben met wat je kan aantrekken aan de onderkant.
Dus dat is een beetje jammer. Maar goed, ik heb hem dus in een maatje M. En het kost 25 euro voor deze hele set. En het is de kleur beige trouwens. Maar ik vind het dus heel lichtgeel. En dat vind ik dus juist heel erg leuk. Dus dat is dat pakje. Dan gaan we door naar het laatste item uit de zak. En dit is een broek. En deze heeft denk ik mijn zus gevraagd. Want ik kan mij hem niet herinneren. Nee, ik heb deze niet gevraagd. Deze is dus voor mijn zus. Wel heel erg leuk. Het is een maatje M. Mijn zus heeft vaak een maatje M ook. Dus heel erg benieuwd hoe die haar gaat staan. Even kijken, wat heeft ze gevraagd? Het is een zwarte flare broek. Eigenlijk heel erg basic, maar altijd handig. Een zwarte flare broek dus. Een beetje een legging stofje. Heel erg dun wel. En voor de rest is die gewoon, ja, flare. Dus heel basic, maar altijd handig. En ik heb even opgezocht, maar deze flare is 18 euro. En wat zit hierin? Als allereerst schoenen. En dit is de eerste keer volgens mij dat ik schoenen bestel bij Shein. Dus dan kunnen we die gelijk ook testen. Ah ja, dit zijn de schoenen voor mijn zus. Die trouwens echt helemaal leuk zijn. Dus die ga ik absoluut een keer stelen. Even kijken hoor. Wauw. Wow, kijk. Hij ziet er echt super mooi uit. Oh, oh. Even piepschuim in de schoen. Wauw, ik vind deze echt super mooi eruit zien. Dat vind ik echt bizar gewoon. Oké, het zit allemaal een beetje onder piepschuim hier. Maar dit zijn de Chelsea boots. Hoe mooi zien deze uit, oprecht. De neus voelt ook echt heel stevig. Het ruikt een beetje naar de Scapino. En je ziet wel een klein beetje lijm op de achterkant hier zo. Ik weet niet of het te zien is op beeld, maar ik vind het echt wel heel erg meevallen hoor. Ik weet niet meer hoe duur deze waren, want mijn zus heeft ze uitgezocht, maar ze zien er echt heel erg goed uit. En laten wij nou net dezelfde maat hebben. Dus dat is heel erg leuk. Ja, ik vind dit dus echt heel erg leuk. Gewoon een classic Chelsea boots met een labeltje hier. De schoenen kosten €19,99. Echt topprijsje. Dan de meest gevraagde iets. Wat aan mij gesteld werd toen ik deze foto op Instagram postte. Waar is je beanie van? Die beanie is van Shein. En ik ben echt gek op die beanies. En precies die hebben ze in nog andere kleurtjes. En ik dacht, ja, die moet ik gewoon hebben. Dus die beige beanie hebben ze ook in het zwart. En ook in het gebroken wit-witachtig. Ik ben hier echt gek op. Zou ik gewoon even eentje opdoen? Welke is dan leuk bij dit outfitje? Zwart. Ja, ik vind dit dus echt helemaal leuk. Maar ze zijn ook zo fijn, dus nou, dat zijn dus deze beanies. Echt heel erg leuk. En ze hebben hier nog zo'n labeltje. En dat hebben ze allemaal. Bij het zwarte valt het natuurlijk iets minder op. Maar echt heel erg blij mee. Ze zijn ook gewoon lekker dik. Het zit gewoon heel erg mooi. Dus ik moest ook gewoon deze kleurtjes nog hebben. Dan heb ik beige, wit en zwart. En ja, ik vind het echt heel chill. Ze zijn ook mega goedkoop. Dus zeker aanraden van mij voor jou. Ze kosten namelijk €2,29. Deze heb ik zelf volgens mij niet gevraagd. Dus ik denk dat deze van mijn zus is. Ja, die heb ik niet gevraagd. Dus deze heeft mijn zus gevraagd. Dit is ook niet per se een item wat ik denk ik zou dragen. Maar dit is een zwart rokje. En hij ziet er vet breed uit. Deze gaat echt veel te breed zijn voor haar, denk ik. Is dit zwarte rokje? Het is een beetje zo'n jute stofje. Ik weet niet of dat te zien is. Ja, hij heeft ook gouden knopen. Dus op zich wel heel erg leuk. En hij is ook best wel kort. Dat is dit zwarte rokje. Maar deze is dus voor mijn zus. Oh my god. Ik zie nu dat beige, of nou ja, dat lichtgele pakje, zeg maar. Dat mijn zus die ook heeft gevraagd, maar dan een soort andere vorm. Dus die klopt helemaal in vergelijking met de foto's. Dus als het goed is, komt die lichtgele jogging set die ik dus wou nog binnen. Maar hij lijkt heel erg op. Daarom was dat dat truitje klopte niet. Maar oh, het klopt dus wel, want mijn zus heeft een soort gelijk iets gevraagd. Kijk, dit is precies zoals we net zagen. Wel heel toevallig. Dus dat klopt gewoon precies. We gaan straks dus mijn joggingspak zien, die ik had gevraagd. Beetje onduidelijk, maar goed, ik hoop dat jullie het snappen. Het rokje is €9 en die heeft mijn zus in de maatje M. En ze had beter, hier, hij valt ook groot, al heeft zij denk ik niet naar gekeken. Ze had beter gewoon een S kunnen doen, misschien wel een XS. Maar we gaan het zien. Zou dit dan het joggingspak zijn die ik heb gevraagd? Het lijkt er wel heel erg op. De kleur is ook precies hetzelfde, een beetje dat lichtgele. Dus wat ik ook heel erg leuk vond.
is dit hem. Ja, dit is hem. Nou, hoe toevallig. Even een goede review dus geven. Dit is dus wel de Johnny's pak. En hier zitten de touwtjes. Precies. Heel erg leuk vind ik deze. Deze vind ik net wat leuker. Iets speelser of zo. Hij heeft ook een klein beetje een pofmouw. Verder is hij ook weer mega zacht. Hij is dus echt van dat gebroken wit lichtgeel. Ik vind dat zelf wel heel erg leuk, ook voor in het voorjaar. Zo, lekker donker. Heel erg leuk voor het voorjaar. Ik ben al helemaal bezig met de lente. Ik weet niet waarom. Ik ben echt een seizoenskind. Ik hou ervan. Dus dat is dit joggingspakje die voor mij dus is. Die kost dus 25 euro. Dit vind ik wel echt handig. Ook gewoon bijvoorbeeld onder dit wat ik nu aan heb, zo'n leerjasje. En dan dit. Gewoon heel simpel. Maar voor die simpele dingen kun je ook echt heel chill bij Shein terecht. Want het is ook gewoon lekker goedkoop. Maar dit is dus zo'n rib stofje, beige-achtig. Ja, tanktopje. Heel leuk. En dit is echt gewoon zo'n basic item wat je gewoon in je kast moet hebben. En die had ik nog niet. En dit vind ik gewoon echt heel erg leuk onder jasjes bijvoorbeeld inderdaad. En dan met leer. Ja, ik hou er wel van. Dus heel erg simpel dit ja, topje in het beige. Hij is dus een beetje geript. En dat topje kost maar 6 euro. Volgende item. Ja, ook deze. Oh, deze. Dat is het wel? Ja, dit is wel een beetje lichtgeel. Dit is precies... Ik weet niet, ik ben weer helemaal into de lichtgeel en pastelkleurtjes voor dit ja, voorjaar. Maar dit is iets minder lichtgeel dan ik had gehoopt. Het is iets, ja... Ja, het is eigenlijk toch wel lichtgeel. Ik weet niet wat ik wou zeggen, maar... Dit is dus zo'n cardigan en dit vind ik dus heel erg leuk. Ook voor dit voorjaar in de kleur lichtgeel, babygeel. Maar in ieder geval deze cardigan en dan met een witte body of zo en dan een beetje open zo of je... Schouder vind ik dit echt heel erg leuk. Hij heeft witte knopen. Maar wat ik wel zie is dat je hier aan de achterkant, dat zwarte label van Shein, dat je dat hier doorheen ziet. Zo'n zwart stukje. Ik weet niet of dat zo opvalt op camera, maar in het echt zie je dat wel echt. Hier ben ik heel erg blij mee, dat babygele cardigan vestje voor in het voorjaar. Ik vind het echt schattig, dat pastel. En dan niet te... Vel allemaal. Gewoon lekker rustig, nude, pastel, love it. Maar hij is 14 euro en dat vind ik een prima prijsje. Dan het laatste item uit deze doos. Dus we hebben nog een hele doos te gaan. Het is echt bizar veel, I know. Ben ik ook echt heel erg dankbaar voor. Maar dat is dit shirtje en dit vind ik gewoon echt... Shein heeft gewoon de beste shirtjes, heel eerlijk. Lekker groot, niet te strak, ik hou daar echt niet van. En ja, deze vond ik echt heel erg leuk. Het is een beetje een beige camel kleurtje. Vet groot shirtje dus. I love it. Gewoon eigenlijk heel simpel. Maar ja, ik vind dit gewoon top. Ook weer met een leren broek of zo. En een leren jasje. Eigenlijk bij dit outfitje zo. Ja, heel leuk. Echt enig. Deze heb ik volgens mij in een maatje S. En let eens op, hij valt heel erg oversized. Trouwens, volgens mij heb ik hem zelfs in een M gedaan. Ja, in een maatje M. En hij is maar 8 euro. 7,99 euro. Zonder sale, zonder korting. Heel blij met dit shirtje. En van shirtjes heb je gewoon nooit genoeg. Dan gaan we door naar de laatste doos. Zo, die zit ook weer lekker vol. Dus we gaan er weer tegenaan. Oh, wow. Deze heb ik niet gevraagd. Deze is dus van mijn zus. Want haar tas, ze heeft hem dus een tas gevraagd. Haar tas echt, die stond op knappen. Die hengsels en zo gingen al bijna helemaal af. Ik zeg, jij moet echt een nieuwe tas. Nou, daar heeft ze zeker naar geluisterd. Deze is heel schattig. Er zit van die blauwe dingetjes aan. Dat moet ik er even afhalen, want dat ziet er niet uit. Dat is wel goed, dan blijft het mooi. Oh, goed. Zonder beschadigingen. Oh. Ik hoop dat jullie hiervan hebben genoten. Maar goed, dit is de handtas. Wow. Die, leuk. Oh, nou, hier zitten ook nog die blauwe plasticjes. Heb ik even geen zin om dat allemaal af te halen. Maar zo aan de voorkant heb ik het er wel afgehaald. Dit is dus een leertasje. Uiteraard nep leer, maar hij ziet er echt super goed uit. Met een mooie hengsel eraan. En de binnenkant is een beetje ja, bordeaux rood. Eigenlijk wel heel tof. En die heeft ook nog allemaal... vakken en opbergruimte. Dus een ideale tasje om, nou ja, als het kan, weer mee naar school of iets te nemen. Dus een mooie handtas. En die kost 18 euro. Dan hebben we hier... Oh, hier ben ik heel blij mee. Een sportoutfitje. Ik dacht, we gaan gelijk even dit allemaal uittesten. Dit is namelijk een sportsetje. En hij voelt echt heel erg goed.
heel dik overal. Dit gaat nooit doorschijnen. Hoop ik. We gaan het zien. Maar het is echt een heel basic zwart sportleggingje met een hele hoge band hier zo. Dat vind ik zelf heel erg fijn als het gewoon lekker high-waisted zit. Ik hou er echt niet van als sportoutfitjes low-waisted zijn. Dat vind ik gewoon echt niet chill. Ook met squats en alles. Ik hou daar echt niet van. Ik heb het in een maatje M uitgezocht, dit setje. Omdat ik liever wil dat het iets te groot is dan te strak. En daarbij hoort dus dit topje, zo'n crop sporttop. Heel chill ziet hij eruit. Echt top gewoon. Het is gewoon heel simpel, lekker zwart. En wat heeft hij hier bij de mouwen? Dat vind ik dus zelf persoonlijk ook heel erg fijn. Een dikke band, maar daar kun je dan nog je duim zo doorheen doen. Je gaat het zien met de aanbeelden. Heel erg benieuwd naar. Dit vind ik echt top, want met CrossFit, ik doe de sport CrossFit. Heel erg chill, doe ik al heel lang nu best wel. En dan vind ik dit soort dingen heel chill, want we werken ook met stangen en zo. En dan is dit gewoon echt ideaal, die duimdingen. Ik snap als je gaat hardlopen of iets dat dat niet per se nodig is of zo. Maar met dat soort sporten vind ik het zelf wel heel fijn. Dus dat is dit sportsetje, heb ik dus in een maatje M. Ik ben trouwens 1,69, daar krijg ik ook heel vaak de vraag naar. Dus dat is deze en hier ben ik echt heel erg benieuwd naar. Dit sportsetje, gewoon topje en legging bij elkaar, kost maar 20 euro. Volgende item, wat is dit voor een lekker pakje? Dit ziet er niet normaal zacht uit. Oh my god. Oh. Ja, dit is ook weer voor mij. Oh, heerlijk. Ik kan er nu al in genieten. Heerlijk. Kijk dan. Dit is weer zo'n beige, babygeelachtig kleurtje. En het is een heerlijke wijde broek. Gewoon voor thuis om in te chillen is dit gewoon perfect als je een lekker cozy dagje hebt. Nou, dit stofje, dit wil je gewoon. Het is echt niet te doen. Maar dit is uiteraard niet om, denk ik, mee naar buiten te gaan. Ligt er ook aan hoe die staat. Maar dit is echt voor thuis lekker chill. Daar hoort dus dit topje bij. Zo, die is wel heel groot. Voor mijn doen. Deze kost 18 euro en ik heb hem volgens mij in een maatje S. Maar hij valt wel heel erg groot. Maar gewoon voor thuis ziet hij er echt top uit. Oh my god, dit is niet normaal. Ik heb nog iets gevonden in de doos. En dat is dit. Ik vind dit echt prachtig voor als ik mijn make-up ga doen. Dit is een vlinder gouden knip eigenlijk. Hoe mooi. Zo chill. En dan kun je gewoon zo lekker zo je haar erachter doen. Knip erin. Lekker make-upje doen. Zit het allemaal niet zo in de weg. Nou, ik vind dit zo'n mooie... Ja. Knip. Echt, ik hou van vlinders. Ik heb dus ook... Een tattoo, ik weet niet hoe vaak ik het nog ga laten zien in de video, maar een vlinder tattoo, echt, I love it. Dus deze moest ik gewoon hebben. En hij kost maar 1,39 euro. Nou, dan komen we voor nu dus aan bij het laatste item. Oh, ik vind dit helemaal top. Ja, 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 ja. Oh, wat chill dit. Nou, huge. Dit is een jas. Heel lang, heel dik. Helemaal leuk. Zo'n pufferjas die nu helemaal het einde is. En ook zo'n lange. En ik vind het echt geweldig. Iedereen heeft al een beige of een zwarte. En ik dacht, goh, we gaan gewoon lekker voor wit. Dus, dat is deze jas. Hij voelt mega dik. Echt absurd. Als het echt, nou ja, het is toevallig gisteren gaan sneeuwen. Waarschijnlijk was dat de eerste en de laatste keer. Maar als het vet koud wordt, is dit gewoon ideaal. Ik ga hem gewoon even aan. Ik moet het even zien. Ja, echt... I love it. Ik moet zeggen, hij valt nog niet eens zo heel lomp groot. Zit er een zak erin? Nee. Oh, dat vind ik wel jammer. Ik zat al zo te doen, maar hij is mega statisch. Maar die heb ik in een maatje S. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Heel erg leuk. Die jas kost 41,49 euro. Echt heel mooi vind ik die. Dus dat was deze Shein shopblog. Ik denk dat dit de leukste items zijn wat ik tot nu toe ooit heb gevraagd. En überhaupt heb gekocht bij Shein. Heel erg blij met deze selectie. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En een duimpje achter te laten als jij shoplogs leuk vindt. En of je meer shoplogs wil zien. Vergeet ook niet in de beschrijving te kijken. Daarin staan alle items gelinkt. En ook de code. Ik hoop dat je de video leuk vond. En dan zie ik jullie tot een nieuwe video. Heel erg bedankt voor het kijken. Doei doei.